Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een Pack With Me video. Kom samen met mij mijn koffer inpakken, want ik ga morgen naar Spanje. Dit is voor mij echt super spannend, want ik ga niet zomaar naar Spanje. Ik ga helemaal alleen naar Spanje. En voor de mensen die zich nu afvragen, waarom ga je in hemelsnaam alleen? Omdat ik wil groeien als persoon. Ik wil altijd blijven groeien als persoon en ik wil altijd weer nieuwe dingen ontdekken in mezelf, van mezelf. Dus ja, ik vind het heel spannend. Ik ga naar Alicante. Ik heb gewoon de hele weg geboekt. Ik heb geen terugvlucht geboekt, maar ik denk dat ik ongeveer 2 weken ga blijven. Ik moet 1 week blijven, dat moet. Gewoon al ben ik depressief die hele week. Ik moet 1 week blijven om te groeien als persoon. Dus ik moet gedwongen van mezelf 1 week blijven. Maar ik denk dat ik ongeveer 2 weken blijf. Dus ik ga mijn koffer inpakken. Ik heb bagage. Ik heb 20 kilo bagage en 10 kilo handbagage. Dus ik ga gewoon beginnen met de 20 kilo. En we gaan gewoon zien hoe ver ik kom. En dit ga ik dus samen doen met jullie. Dus vind je het nu wel leuk? Vergeet er niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh, by the way. Ik ga ook vloggen in Spanje. Dus abonneer vooral op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan kun je mijn hele avontuur bijhouden. Want ik ga alles vloggen. Ik vlog het ook allemaal echt expres. Want dan heb ik een soort van extra stok achter de deur. Om er ook echt op uit te gaan. En niet daar in huis te blijven heel dag. Omdat ik het te eng vind om in mijn uppie erop uit te gaan. Dus als ik vlog, moet ik gedwongen naar buiten. En ik heb echt een heleboel leuke video ideeën. Heel even snel, voordat we gaan beginnen met inpakken, heb ik ook wat kleding ontvangen van Chiquelle. Heb ik hem nou verkeerd of wat? Van Chiquelle. I don't know. Ik heb 4 kledingstukken ontvangen die ik jullie ga laten zien. En ik wil die eventjes nu snel laten zien. Want ik denk ook dat ik een aantal dingen hiervan ga meenemen. Chiquelle is een online webshop. Ik heb hem jullie al heel vaak laten zien. Met echt goede kwaliteit kleding. De kwaliteit is echt top notch. En ik vind het echt geweldig. En ik heb dus 4 kledingstukken ontvangen. Ik ga beginnen met de eerste. En dat is deze roze top. Kijk even dit. Dit is een beetje een corset-achtige top. Super fel roze. Leek mij ideaal voor de zomer. Gaat zo achter dicht met rits. Deze heb ik in een maat. Volgens mij is hij one size. Nou, dit is dan deze top. Kijk hoe leuk. Ik vind ze leuk hoe het zo hier zo omlaag gaat, zeg maar. En dan hier weer omhoog. Dan heb je hier zo'n klein beetje bloot. Dit is de achterkant met zo'n rits. Ik heb hem aan met een strapless BH. En het lijkt dus op een corset, maar dat is het niet. Hij is gewoon echt helemaal zacht. Het is gewoon een normaal shirt, maar ze hebben het gemaakt alsof het dus een corset is. En dat vind ik wel heel leuk. Ik vind hem heel mooi. De kwaliteit is heel goed. De kleur is mooi. Ook heel mooi met zo'n lichte blauwe broek of met een witte broek of zo. Ik vind het echt heel leuk. Echt Barbie vibes. I love it. Super leuke top. Echt super goede kwaliteit. I love it. Dan heb ik hier ook deze super leuke top. Kijk hoe leuk dit is. I love it. Zo'n crop top. Bloemetjesachtig. Ook weer heel leuk voor de zomers. Heel vrouwelijk. Deze heb ik in een maatje small. Hij heeft echt super duper veel stretch. Zo'n gepofte mouw. I love it. En kijk, met allemaal zo van die bloemetjes. Echt heel cute en heel girly. Nou, als er iets is waar ik van hou in de zomer, zijn het dit soort tops. Dit is zo fleurig, zo bloemachtig. Echt heel erg leuk. Ik vind het ook heel mooi zo off shoulders. Dat vind ik altijd heel sexy. En dan doe ik zo altijd hier een beetje iets van een glans. Zo, en dat is altijd heel mooi. Maar dit is echt heel erg leuk. Echt heel Spaansachtig. Echt Spaanse vibe. Dit is ook heel leuk met een witte rok of een witte jeans of zo. Echt super cute. En het schijnt echt helemaal niet door. Mensen, het volgende is echt wowie. En dat is deze top. Kijk hoe leuk dit is. Hij moet wel worden gestreken, I know. Maar kijk, dus 1 mouw of 1 band. 1 band, zeg maar. Is zo pareltjes. Kijk hoe leuk. I love it. Je moet hem dus gewoon zo aandoen. En dan is dus 1 kant zo met dit. En dat vond ik heel leuk. Hij heeft geen open rug of zo. Hij is gewoon dicht. En de kleur vond ik heel mooi. Heel mooi groen. Groen is nu ook helemaal in. Maar het is ook een beetje een aparte glanzende groen. I like it. Even los van het feit dat ik hem overduidelijk zou moeten strijken. Is hij wel echt heel leuk. Dit is zo uniek. En het zit gewoon echt goed vast. Het is helemaal niet fragiel of zo. En dit is dan de andere kant. Gewoon normaal groen. Ik vind de kleur ook heel mooi. Hij is ook niet te laag. Ik vind hem echt heel leuk. Leuk. Dit is de achterkant. Ik vind dit zo leuk. Dit maakt het zo uniek. Dit geeft me echt een beetje Zara vibes. Dit is echt zoiets wat daar zou worden verkocht. Dit is hier normaal, maar ik zou hem doen in mijn broek. Kijk, ik zou de top zo dragen in mijn broek. Oh jongens, ik moet hem echt strijken. Wat is dit? Maar goed, whatever. Ik zou hem niet per se dragen met zo'n licht blauwe broek. Maar misschien met een zwarte broek om het meer chic te maken of zo. Dat vind ik wel leuk. Maar ik vind hem wel echt heel leuk. Hij is super goede kwaliteit. I love it. Alleen ik vind het wel echt minder dat ik hem moet strijken. Want jullie weten, ik haat strijken. Maar ik vind hem het wel waard. Het is echt een hele unieke top. Echt door dit vooral hier. Kijk even hoe mooi dit allemaal zo is hier.
Echt super leuk. Ja, echt een leuke top, jongens. En last but not least, deze broek. Dit is een broek. Dit is geen rok. Het lijkt op een rok. Het is een short rok-achtig. Kijk, als je dit hier openmaakt, zie je dat dit gewoon een broek is. Als rok zou ik hem niet hebben gehaald, want dan is hij te kort en te flowy. Dus ik ben dan altijd bang dat je alles ziet. Maar het is dus gewoon echt een broek-rok, zeg maar. En dat leek mij heel leuk. Ook dit leek mij weer heel leuk voor in de zomer, obvious. En deze heb ik in een maatje medium. Deze rok is leuk. Of ja, rok. Het is geen rok. Kijk, zoals je kunt zien is het gewoon echt een broek. Maar het lijkt op een rok. Ik vind hem echt super duper leuk. Hij past ook heel goed. Hierachter heeft hij zo'n stretchband. Dus je kunt hem gewoon zo direct aandoen. Hier is een strik. Maar die heeft niet echt nut of zo. Dat is gewoon ter versiering. En nogmaals, het is dus zo'n broekje. Het is niet een rok. Maar ik vind hem heel leuk. De kwaliteit is heel goed. Hij is gewoon lang genoeg. Ik moet wel zeggen dat hij hierachter een beetje doorschijnt. Ik heb nou zwart ondergoed aan. En dat is te zien. Dus je moet er wel een nude ondergoedje aan doen. Maar voor de rest is hij wel heel leuk. Zoals je kunt zien is hij echt lang genoeg. En dat vind ik echt heel belangrijk. Dus deze gaat sowieso mee op vakantie. Ik vind hem echt heel leuk. I love it. En dan met een wit hemdje of zo. Niet zo'n crop top. Ik zou hem aandoen met een normale witte hemd en erin doen. Daar was ik naar op zoek. Ik heb er één. Ik heb echt één normale witte hemd van de Zara. Maar ik ben hem kwijt. Eventjes. Dus nu heb ik het gewoon zo aan. Super leuke short rock-achtig iets. Oké, dat was dan alles van Chiquelle. We gaan verder. Dit is dan mijn koffer. Vraag niet waar ik hem vandaan heb. Want deze is gewoon van mijn moeder. Ze heeft ook heel handig zo dit eraan gehangen. Zodat ik hem gewoon altijd herken. En deze gaan we nou helemaal vullen. Oké, helemaal klaar om gevuld te worden. Oké, ik ga waarschijnlijk slechts maximaal 2 weken. Maar ik ben echt die persoon die een heleboel meeneemt. Dus ja, ik hoop dat het allemaal past in 20 kilo. Maar ik heb ook nog 10 handbagage. Dus ja, maar die wil ik eigenlijk niet echt per se gebruiken. Maar ja, we'll see. Wat ik vooral mee ga nemen is echt zomerkleding. Het is nou gewoon fully 30 graden daar. Dus alles wordt zomer. Dat is wel fijn, want die kledingstukken zijn ook wat lichter. En die, ja, die nemen allemaal wat minder plek in beslag. Ik ga beginnen met eerst gewoon alle grote statement pieces. Alle outfits die gewoon één stuk zijn. Zoals een jurk, een jumpsuit. Die gewoon heel makkelijk te dragen zijn. Waar ik niet helemaal over na hoef te denken. Hoe moet ik het combineren, et cetera. Dus kleding, schoenen, tassen en make-up en zo doe ik allemaal morgen. Oké, laten we kijken. Hier zijn dus al mijn jurken, et cetera. Ik ga beginnen met de lange jurken, de maxi's. Die heb ik hier een heleboel. Een heleboel hebben jullie ook al gezien in mijn video's. Zoals deze prachtige groene. Die heb ik laten zien in een Shein video. Deze is prachtig, gaat sowieso mee. Even kijken, ik heb ook een zwarte die ik wil meenemen. Ja, deze. Deze had ik gehaald in een boutiqueje. Die heet Bella, volgens mij. Bella, ook in een video laten zien. Deze is echt super leuk. Hier ook 2 jumpsuits. Dit is een playsuit. Oh, dit is een playsuit, super makkelijk. En dan heb ik ook nog deze super blije jumpsuit met open rug. Deze is heel leuk. Dan deze 2 korte jurkjes gaan ook allebei mee. Deze heb ik allebei al heel lang, al een jaar of zo. Deze had ik vorig jaar ook meegenomen. Deze zwarte had ik ook meegenomen toen. En deze zijn dus allebei echt heel leuk. Of ga ik deze niet meenemen? Oh, jongens, ik ben echt zo aan het twijfelen. Ik ga dus maximaal 14 dagen. Dus ik moet 14 outfits hebben. Misschien nog wel meer, want ik draag 2 outfits per dag. 1 overdag en 1 in de avond. Oh, dit is zo moeilijk. Oh my gosh. Ik neem deze sowieso mee. Deze is echt heel leuk. Oké, ik heb nou al 5 outfits. Ik ga ook deze meenemen. Deze heb ik jullie ook laten zien in mijn laatste Boohoo haul. Dit is een set met een rok. Kijk, dit is dan de rok die erbij hoort. Echt heel leuk. Dit is echt een super felle outfit. Dus deze leek me ook leuk om mee te nemen. Deze blazer heeft wel een lange mouw. En het is daar wel echt winter. Winter. Ik bedoel heel warm. Maar ik dacht misschien in de avonden of zo. Mensen, ik ga deze van Chiquelle die ik net heb laten zien ook meenemen. Ik vind het ook belangrijk om echt kleding mee te brengen. Die ik met verschillende andere kleding stukken kan dragen, want dan hoef ik niet echt per se 14 outfits te hebben. Dan kan ik gewoon zo wisselen, want ik heb ook gewoon een wasmachine daar thuis, dus ja. Let niet op deze bende hier. Dit is ook een outfit die ik wil dragen. Deze short, gewoon een witte jeans short, met dit shirtje van de Zara. Deze is echt heel cute. Hij is gewoon wit, maar hij heeft zo dit zo hier bij de mouw. Ik weet niet of je het kunt zien. Hier nog een leuke nude outfit. Deze beige bodysuit. En deze leuke rok. Dit is dan de enige jeans shorts die ik meeneem. Want deze kan ik combineren met echt heel veel shirtjes. Deze is van de Zara. Heb ik net nieuw. En deze lijkt me ook heel leuk met deze crop top hemdje van Chiquelle ook. Deze is echt heel cute. Ik was aan het twijfelen of ik ook lange broeken wil meenemen. Maar het is daar wel echt warm. Het is overdag echt ruim 30, 31 graden. En in de avonden is het misschien 21, 20 graden. Dus ik denk dat ik gewoon plek ga besparen en geen lange broeken ga meenemen. Deze outfit vind ik ook leuk. Is ook van Chiquelle. Dus ik denk dat ik deze ook ga meenemen. Ik ga weer terug naar de jurken. Deze ga ik ook meenemen. Deze heb ik nog nooit gedragen. Dus ik ga hem echt meenemen en geforceerd dragen. Oh.
Deze is echt heel leuk. Deze gaat mee. Ja, na deze was ik op zoek. Deze wil ik ook meenemen. Ook heel leuk. Deze simpele zwarte dress gaat ook mee. Deze is gewoon heel simpel. Gewoon als ik gewoon een dag heb waarin ik gewoon ja, even snel iets aan wil doen. Een heleboel kleding die ik nu heb gepakt zijn echt statement pieces. Dus ik moet ook gewoon iets makkelijks erbij hebben. Maar ik denk dat ik nou wel genoeg outfits heb eigenlijk. Ik denk dat ik nog wel wat topjes pak om te mixen en matchen met de broeken. Of zal ik wel één lange broek meenemen? Ik ga één lange broek meenemen, just to be sure. En ik weet dan gelijk welke. Dat wordt deze. Deze heb ik gehaald bij Shein. Echt. En ik vond hem ideaal voor de zomer. En hij is heel mooi. Hierachter heeft hij van die vlammen. Ik ga toch gewoon één broek doen, just to be sure. En dan een paar topjes. Zo, en dan hier gewoon wat topjes. Een groene, een roze en deze zwarte. Oh, ik ben heel te bang dat ik iets vergeet of zo. Maar ik heb ook nog mogen om hierover na te denken. Deze top gaat ook mee. Dit is een bodysuit. En achter is hij helemaal zo open. Echt heel leuk. Ik wil denk ik ook een zwarte rok meenemen. Een mini rok of zo. Ik heb nou geen enkele mini rok. Dit is ook een leuke rok, maar deze is een beetje lang. Ik denk dat ik een korte rok ga zoeken. Oké, ik heb hier ook een korte zwarte broek gevonden. Deze is ook van de Zara. Wel van afgelopen jaar, maar wel echt heel leuk. Ik denk dat ik deze ook ga meenemen. Dan heb ik ook iets zwart. Ik heb nou echt niet veel zwart. En ik ben aan het twijfelen over deze twee rokken. Allebei een zwarte mini rok. De ene is gewoon normale stof. De andere is van leer. Deze van leer is wel echt heel cute. Kijk even dit. Deze is echt heel leuk zo. Ik denk dat ik echt al te veel kleding heb gepakt. Jongens, ik ga het hierbij laten. Deze rokken ga ik denk ik niet doen. A few moments later. Ik lieg, ik breng deze zwarte rok mee. Ik denk dat ik nu al genoeg kleding heb. Nou is het ook tijd voor tassen en schoenen. En dat is ook echt veel. Want met elke look moet ik ook weer bijpassende schoenen, et cetera, hebben. Ik ga niet echt uit. Ik ga niet echt naar feesten daar of zo. Dus echt hakken hoef ik niet per se te hebben. Maar ik neem wel misschien gewoon één paar mee. Voor het geval dat. Maar ik neem vooral sandalen mee. Dit zijn de sandalen die ik ga meenemen. Deze zwarte, deze groene, want ik heb een groene top die ik hiermee wil matchen. Deze panten, die zijn heel mooi met zwarte outfits. Deze witte, witte moet je altijd hebben. Ik sloeg mij gewoon bijna in mijn gezicht. En deze gouden. Ik ben echt all over the place, want ik ga nou over op bikinis. Dit is dan voor nu hoe het eruit ziet. Hier tussen alle kleding. Het is niet echt perfect, maar whatever. Hier de sandaaltjes. Nou gaan we naar de bikinis. Die zijn hier. Hier zijn al mijn bikinis. En ook wat ik eroverheen aan doe. Zoals deze sjaalachtig iets. Dit is niet een echt sjaal. Dit hoort gewoon echt over je badpak. Deze heb ik in het wit en in het zwart. Deze gaan allebei mee. Okay, ik heb echt een heleboel bikinis. Maar ze gaan absoluut niet allemaal mee. Deze bruine gaat wel mee. Deze heb ik net nieuw. Deze is heel leuk. Deze oranje gaat ook mee. Deze is echt fantastisch. Kijk hoe deze eruit ziet. Echt, I love it. En met een bijpassend rokje. En dan heb ik er nu twee. Deze roze. Dus ja, ik vind hem toch niet zo. Ook al is hij wel nieuw. Dus deze laat ik even voor wat het is. Oeh, groen. Jongens, ik weet niet eens meer wat ik allemaal heb, joh. Oh, deze paarse lijkt ook heel mooi. Oh, deze ook nieuw trouwens. Deze paarse. Ja, deze gaat ook mee. Ik ga heel veel naar het strand. Dus er mag best wel wat mee. Ik heb ook gewoon een hele simpele zwarte bikini. Gaat ook mee. Even kijken. Dan heb ik er nou deze paars. 1, 2, 3, 4. Welke wil ik nog mee meenemen? Deze groene is ook wel nieuw-ish. Deze herken ik niet eens meer. Ik vind hem er wel leuk uitzien, zo groen. Ik denk dat ik hem ga meenemen. Wat hebben we nog meer? Deze is ook wel leuk, maar is te bloot. Deze heb ik allemaal afgelopen jaren meegenomen. Maar ik wil nou een beetje andere dragen eigenlijk. Even kijken. Dit zal wel genoeg zijn, toch? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bikinis. Ja, moet goed zijn toch? En ik heb ook nog deze stranddress. Deze is echt voor het strand van Boohoo. Die had ik ook laten zien in mijn Boohoo haul. Deze is echt heel leuk. Vooral zo voor over die zwarte bikini. Waar is die? Ik weet niet waar die is. Oh, hier. Kijk. Vooral zo hier overheen is heel leuk. Dus dit gaat allemaal mee. Ik moet ook nog iets van in huis kleding hebben. Pyjama-achtige dingetjes. Dus de broek die ik nou aan heb. Deze broek gaat ook mee. Maar die heb ik dus nou aan. En dan gewoon met een top. Deze pyjama is super cute. Met van die hartjes. Korte broek en top. Handig shirt. Voor thuis. Mensen, ik weet niet of 20 kilo genoeg gaat zijn. Ik hoop het wel, maar we will see. Hakken. Ik moet ook hakken meenemen. Ik ga één paar hakken meebrengen en die moeten dan gewoon overal bij passen. Ik heb echt heel veel hakken. Ik denk dat ik sowieso deze meeneem van de Primark. Heb ik net nieuw. Deze vind ik ook heel leuk voor in de zomer. Zo daar zo. En nou moet ik gewoon eigenlijk nude hakken hebben die gewoon overal bij staan of zo. Misschien deze. Deze passen wel echt overal bij. Ik ga deze meenemen. Ik denk dat dit de drie paar hakken worden. Dit zijn niet eens echt hakken. In principe. Ik ga denk ik heel slim zijn. Want er moeten ook een aantal tassen mee. Obviously. En die nemen ook heel veel plek in beslag. Dus ik denk dat ik mijn ondergoed en zo daarin ga doen. Dus dat is slim gebruik maken van je weinig plek die je hebt. Mensen, ik ben wel moe. Deze gaat mee. Dit is een van de grootste die meegaat. Deze is heel leuk voor op het strand en zo. Dus hier ga ik mijn ondergoed gewoon in doen. Hier zijn BH's. En hierin is ondergoed.
overcoat en ook die badpak handdoeken, zeg maar. Deze tassen wil ik nog meenemen. Deze witte, deze nude. En deze zwarte, deze ga ik gewoon dragen op de airport. Deze is van de Kruidvat. Ik heb wel een heleboel andere die ik nog zou willen meenemen, zoals deze en zo. Maar ja, ik weet niet. Er is niet echt heel veel plek meer. En er moet nog allemaal make-up en zo bij. Dus ja, ik denk dat ik het hierbij laat. Deze is wel echt heel cute. Laptop en alles moet er ook bij. Plus, ik ga ook vloggen. Dus ik wil denk ik ook ringlight meenemen. Of is daar al genoeg light? Ik weet niet. Waar is mijn ringlight? Oh, hier. Deze wil ik denk ik ook meenemen. Want ik moet ook mijn attributen meenemen. Ik wil eigenlijk heel dit ding ook meenemen. Dus zal ik dat gewoon doen? Kan ik die misschien zo in elkaar schroeven? Ik ga even kijken. Ik denk dat dit er niet wordt. Deze is echt heel groot. Nee, deze ga ik gewoon hier laten, whatever. Ik ga deze ringlight wel meenemen. Ik kan er misschien ook gewoon daar eentje halen. Ik denk dat ik deze ook gewoon daar achterlaat. Dan heb ik hem altijd daar. Zo, ik heb hem gewoon erop gedaan. Oké, het is wel echt een bende zo. Even nadenken. Ik moet echt even goed nadenken of ik bij elke outfit ook alles heb. Oh, trouwens, wat ook meegaat. Kijk wat ik heb gehaald om mee te nemen voor mijn sieraden. Superleuk. Dit is mijn hele sieradendoos. Maar ja, die is echt veel te groot, obvious. Dus ik ga deze meenemen. Jongens, ik ben een beetje verkouden. Oh my gosh, ik was echt bang dat ik ziek zou worden net nu ik wegga. Wat de F. Kijk dit. Deze is goedkoop bij Shein. En je kunt hier gewoon wat sieraden in doen. Dus dat ga ik doen. Zo, kijk hoe cute. Dit is wat ik allemaal meeneem. Kettingen, ringen, ringen, oorbellen. En dit zijn enkel bandjes en een buikbandje. Superleuk en makkelijk. Oké, dit is het dan voor nu. Ik mis nog wel een hele grote strandtas. Maar of we hebben die daar in huis. Of ik ga die gewoon daar pas halen. Want die neemt te veel plek in beslag. En ik heb ook al deze. Dus ja, ik ga ook gewoon best wel wat daar halen. Dus dit is het voor nu. Mensen, ik heb het een partij warm. Ik heb gewoon even zo mijn haar omhoog gedaan. Ja, ik denk dat het voor nu dit gewoon is. De rest wat er nog in moet is make-up, skincare, et cetera. Maar dat ga ik pas morgen doen, want ik moet die nog gebruiken morgen. Ik vertrek pas laat, pas rond 3 uur in de middag. Dus ik heb nog de hele ochtend morgen om nog van alles te doen. Maar ik denk dat voor nu wel gewoon dit is eigenlijk. Mijn laptop moet ook mee en zo. Maar ja, dat doe ik dus allemaal morgen. Dus ik zie jullie morgen weer. The next day. Oké, mensen, het is de volgende dag. Ik ga vertrekken over 1/2 uur. En ik ben nog niet eens klaar. Dus ik moet een beetje gaan haasten. Ik heb basically gisteren alles al ingepakt. Ik moet nou mijn make-up pakken, haarproducten en skincare. En dat nog erin. En dan is het klaar. En dan hoop ik gewoon dat de koffer niet zwaarder is dan 20 kilo. Anders heb ik een probleem. En ik heb nu geen tijd meer voor een probleem. Dus ja, wees niet als mij, ik ga niet dit allemaal last minute zo doen. Ik vind het hooi. Ja.